Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. We gaan dan verder in de Verenigde Staten, ronde nummer 19 van het kampioenschap en aflevering 63. Als je aflevering 62 in Mexico gemist hebt, zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Dat kan er eens bovenin ietsje, klik erop en je ziet de aflevering verschijnen. En ben je nu het kanaal om meer wekelijkse afleveringen van F1 2019 de Career Mode zien? Ram dan op de abonneerknop en schakel ook een belletje op alles aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Ja, we gaan vandaag dus verder in de Verenigde Staten. Nog 3 ronden, inclusief deze. En dan zit dit seizoen er alweer op. Het is heel hard gegaan met dit seizoen. Ronde nummer 19. Droog in beide kwalificatie en in de race dus. Hartstikke fijn. Hier zie je dus de driver details en de vehicle performance comparison. Williams is ons wat aan het inhalen, zie ik. Dus daar moeten we wel mee voor oppassen. Maar in Abu Dhabi komt nog een later Ultimate Update aan en dan zit het seizoen erop. Maar eerst de Verenigde Staten, dan Brazilië en dan Abu Dhabi. Maar hier dus de kwalificatie voor de Grote Prijs van Amerika. We're expecting qualifying to start any minute here in Austin, Texas, where drivers will be hoping to top the timesheets today and be ready for tomorrow's US Grand Prix. Many of the drivers have commented on the challenge posed by the high-speed direction changes around this circuit. But you still need to be quick in a straight line. Is that a fair layman's appraisal? Drivers are going to need a nicely balanced car to be fast here. They'll need to get the most out of the medium and high speed corners, which will push them to run more downforce. But in turn, this slows the car down on the straights. It's a tricky balancing act. Nou, hier zijn we dan voor Q1, waar ik niet al te veel moeite verwacht. Ik heb nu ook rechtsboven in de hoek, zie je ook de tijd staan. Heb ik even ingesteld zodat je kan zien hoeveel minuten wij dus nog hebben. Ik vind dat eigenlijk fijner dan wat ik eerst had. De S-secties, altijd lastig, ingewikkeld vind ik voor mij om die goed te rijden. Geen paas in sector 1, we laten daar een 24-9 noteren. En ik heb hier wat moeite, zie ik. Vettel met een 1-31-9. Daar gaan wij denk ik overheen, ja onderdoor. Zo moet ik het eigenlijk zeggen. En ik ben benieuwd wat het dan gaat worden. Een 1.31.6. That's the fastest lap so far. Mooi. De uitslag van Q1. Hamilton, Weber en Verstappen sneller gegaan. En Hamilton heeft ons even op 18e gezet. Q2, dat begint dus niet goed. Jullie zagen daar dat ik een wiel blokkeerde. Dus dat verpest mijn exit naar deze run. Waar ik weer wat moeite heb met de S-secties. Wat ons denk ik niet naar een toptijd gaat zetten. Bottas met een 1.32.8. Wij zetten een 1.31.4 neer. De uitslag van Q2. Hamilton er onderdoor met 10.000ste. En wij naar P2. Fiat naar 3. En Russell heeft het niet gered. Q3 inmiddels. Het is wat bewolkt te gaan worden. Flink bewolkt te gaan worden, zie ik. Ik hoop ook niet dat er regen komt. Terwijl wij hier nu een toptijd moeten gaan laten noteren. Want Lewis Hamilton vormt een bedreiging dus voor ons. Want hij is bloedsnel, zie ik. Dus hij moet er even alles uit de kast gaan halen. Paars in sector 1. 24.9 laten wij daar noteren. Zeg ik dat goed? Ik weet niet of ik dat goed zeg, maar dat geeft helemaal niks. Hamilton met een 1.31.6. Wij laten noteren. Een 1.31.3. De uitslag van Q3. Onszelf dus naar 1. Hamilton niet op 45.000ste. En Charles Leclerc naar plek 3. Hamilton redt het dus niet. De uitslag van de rivaliteit breakdown. Hamilton en Weber, daar winnen we dus beide van. Weber hebben eigenlijk al gewonnen. Dus dat is goed om te zien. Resourcepunten na de kwalificatie hier in de Verenigde Staten. Het zijn er zoals gewoonlijk weer lekker veel. Kunnen we weer gaan spenderen voor updates in Brazilië en Abu Dhabi. En dan zit de career mode erop. De reputatie met mijn huidige team en de andere teams is gewoon gelijk gebleven. Veteran en de sportsmanship, altijd mooi om te zien. Alright, I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance. Nou dankjewel Jeff, we hebben zeker een goede kans in de race. Droog gelukkig, geen regen. En dan gaan we hier gewoon beginnen voor de Grote Prijs van Amerika voor Career aflevering 63.
In 2012, America's on-again, off-again love affair with Formula One finally seemed to settle down with the completion of this wonderful racing facility here in Texas. Since then, we've been treated to some incredible races, including, of course, that classic wet-dry championship decider of 2015. It's the Circuit of the Americas then, situated 14 miles outside the great city of Austin. This is the 3.6-mile lap with 20 corners, 10 each to the left and to the right, and top speeds of around 200 miles per hour. Overtaking opportunities are available into turns 1 and 12, especially with that rear wing DRS wide open. Alongside me once again for coverage of today's race, it's none other than the great Anthony Davidson. Why don't we kick off by discussing Kevin Magnussen? They've had to change their gearbox. It's never a good start to a Grand Prix when, right off the bat, you have to contend with a grid penalty. Well, at the end of the day, it's always better to take some pain now than parking it up halfway through the Grand Prix. Let's just hope they can put that new gearbox to good use and get the results they're looking for. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position, and it's Lewis Hamilton alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Leclerc, Weber, Sergio Perez, and Vettel, Verstappen, Bottas, Kvyat, and Roman Grosjean, Gasly, Russell, Carlos Sainz, and Stroll, Giovinazzi, Kubica, Devon Butler, and Kimi Raikkonen. Ricciardo, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. And Kevin Magnussen fills the last spot on the grid. And now... Okay, you can brake late into one because of the incline. It's a slow corner though, so make sure you stay out of trouble. Nou, Jeff zegt dus, we kunnen dus laat inremmen vanwege de heuvelopwaartse bocht 1 dus. De strategie even aanpassen en dan gaan we gewoon beginnen voor de grote prijs van Amerika. Want de lam zijn dus aan voor career aflevering 63. We starten nog pole position naast ons team van de Lewis Hamilton. Dag de Charles Leclerc en we zijn onderweg. En het is een goede start. Zie ik, want we blokkeren al gelijk de binnenkant. Hamilton kijkt naar de buitenkant. Maar dat is niet slim, Lewis. Want wij duwen hem daarbij. De leiding is behouden en Weber gelijk naar P2. Hey, Charles Leclerc en Lewis Hamilton dus te grazen in bocht nummer 1. En dan is hij dadelijk op jacht naar ons. Maar ik denk dat wij wel weg van Lucas Weber rijden. Wij rijden wel weg van Lucas Weber. Dat probeer ik te zeggen. 17e dus met de Duitser. Daarachter Hamilton op 14e. Nou, dankjewel Jeff. Hij zegt dus ja, een goede start. We zijn dus in een goede positie. En nu is het eigenlijk gewoon weer de race controleren. Net als in, ja, hoe zou ik zeggen? In Mexico niet zo, want daar starten we vanaf de laatste plek. Als je die gemist hebt, even terugkijken. Zeker de moeite waard. Kan rechtsboven in het i'tje. Maar de openingsronde eigenlijk zit er alweer bijna op. Om nog een paar bochten te gaan en dan zitten we in ronde nummer 2. Paars in sector 2. Ronde nummer 3. Weber zet de snelste race met een 1.35.4. Een tiende sneller dan onszelf. DRS beschikbaar gesteld. En dan is zometeen de vraag waar Lucas Weber een aanval gaat wagen, want wij besparen op dit moment lekker veel uurs. Wat de bedoeling ook is. De race is lang, nog 25 ronden, dus hier is nog niks gespeeld eigenlijk. Paars in sector 1. 94.000ste sneller. Ronde nummer 4. Lewis Hamilton zet nu de snelste race ronde met een 1.35.4. 2/10 sneller dan onszelf in de laatste ronde. Jeff zegt dus dat Lewis Hamilton op dit moment de snelste man van het veld is, op het veld is, op de baan is eigenlijk. Dus we moeten oppassen voor onze teamgenoten die we al een paar keer zijn tegengekomen in de career mode. Dus Toto Wolff zit denk ik met geknepen handen op zijn stoel. In de hoop dat dit goed gaat. Hopelijk gaat het ook goed tussen ons tweeën. Maar Lewis Hamilton zit er heel dicht op. Kan hier nog geen aanval wagen. Maar ik denk dan bij de DRS gedeelte wel. Dan zit hij er denk ik naast. En dan moeten we gaan verdedigen. Daar zit Lewis Hamilton. Hij kijkt naar de buitenkant. En beweegt wat in die bocht zie ik. Dan raken we elkaar. Want Hamilton stuurt... in, terwijl ik daar nog zat.
maar Hamilton deed een moving under braking. Wat, ja. Let's use some of this energy. Ik niet fijn vind, maar ja, dat hoort er ook gewoon bij de sport. Ik doe ook gewoon dingen die niet fijn zijn voor Lewis Hamilton. Want ik geef ook niks cadeau, ronde nummer 7 inmiddels. Hamilton is wat verder teruggezakt, zie ik. Want Weber en Leclerc zijn nu naar 2 en 3. We moeten wel letten op onze rechter voorband, want die heeft het zwaar. Dus daar moeten we wel mee oppassen. Ronde nummer 8 inmiddels. Dan is de vraag waar Lucas Weber zit. Wat is het gat? Wat is het gat met Lucas Weber? Dat vraag ik mij dus af. Anderhalve seconde. Mooi. Ronde nummer 9 inmiddels. En Lucas Weber heeft dat gat dichtgereden naar 2/10. Zit ook aan de binnenkant. En valt hier mij ook aan. Dan kan ik hier niet terugkruisen. Want Weber blokkeert dus dat pad. Dan moeten wij de leiding op dit moment even uit handen geven. Maar dan pakken we hem hier heel mooi terug. Aan de buitenkant. En een prima inhaalmanoeuvre op mijn F2 teamgenootje Lucas Weber. Hamilton heeft zich teruggeknokt naar plek 3. Heeft Charles Leclerc te grazen genomen. Maar Sergio Perez doet het ook heel goed, zie ik. P4. Dus die kan misschien zijn eerste podiumplek pakken in F1 2019, de career mode. Ik ben heel benieuwd of dat hem dat gaat lukken. Want de McLaren is geen top 5 auto. Virtuele safety car is uitgeroepen. Er is iemand uitgevallen. Dat is een Racing Point. Ik denk Carlos Sainz of Lance Stroll. De virtuele safety car is inmiddels verwijderd. En we waren niet zo lekker bezig, want wij blokkeerden onze linker voorband. Daardoor keek Lucas Weber eventjes. Maar het bleef alleen maar bij kijken en niet echt bij een aanval, gelukkig. Ronde nummer 10. Ronde nummer 12 is het eigenlijk. En we duiken naar binnen voor een setje medium. Perez ook naar binnen. Hamilton rijdt door. We moesten wat wachten op Verstappen. Dat heeft ons een 1/10 geschild. 2.1. Charles Leclerc zet de snelste tijd. 1:35.000. Look after these tires now. En we komen voor Weber terecht. Mooi. De overcut op Weber heeft gewerkt. En Weber is naar de harde band gegaan. Interessant, want je kan deze race ook gewoon makkelijk uitrijden op de mediums. We zetten de snelste regelronde met een 1:34.5. Het gat naar Charles Leclerc is 3.1 seconden. Lewis Hamilton heeft zijn pitstop gemaakt, zie ik. Die is ver teruggevallen. Achter Max Verstappen. Dus dat wordt nog wat. We zitten nu op de helft. Nog 14 ronden te gaan. Dus dit belooft nog wat. En Charles Leclerc is op de soft gegaan. De top 3 staat dus op 3 verschillende banden. Leclerc op de soft. Ik op de mediums. En Lucas op de harde band. Daniel Ricciardo is uitgevallen, zie ik. In sector 3. Ronde nummer 18. Nog 10 ronden te gaan trouwens. 0 punten voor Ricciardo, die ook in Mexico volgens mij niks scoorde. Dus dat is dubbel zo pijnlijk voor de Honey Badger in zijn Renault. En Bottas naar 2. Weber naar 3. Want Charles Leclerc is naar binnen gedoken. Volgens mij een setje mediums, als ik dat goed zeg. Weet ik niet zeker trouwens. Het is hier dus geel vanwege Daniel Ricciardo die daar stilstaat. Het is zometeen ronde nummer 19. En dan is het nu gewoon de ronde aftellen. Gewoon. En dan zit deze wedstrijd er alweer op. En dan gaan we ze opmaken voor de laatste twee rondes van deze career mode. Brazilië en Abu Dhabi.
twee favoriete banen dus. Ronde nummer 23, Kevin Magnussen krijgt een blauwe vlag. Terwijl paars en groen in sector 1 en 2 laten noteren, Sergio Perez is naar plek 3 gegaan. En kan denk ik zijn eerste podiumplek in F1 2019 de Career Mode veroveren voor McLaren. Wat super knap is. Heel knap van de Mexicaan. Die in de vorige wedstrijd in Mexico zijn thuisland ook een hele goede wedstrijd reed. 21,9 seconden is het naar Lucas Weber. En Perez zit er maar 1,6 vandaan. We zetten de snelste race ronde met een 1.34.1. Dat is dus de snelste race ronde op dit moment. Nog 4 ronden te gaan. Dan zit de wedstrijd er alweer op. Banden zien er nog goed uit. De grip neemt niet af, zegt Jeff, wat hartstikke fijn is. Zodat wij geen last krijgen van de bandenslijtage in deze laatste paar ronden van de Grote Prijs van Amerika. We schieten hier wel wat door, maar dat is niet zo nadelig voor ons. Want ik geloof niet dat Kevin Magnussen ons gaat inhalen. Hamilton op plek 4. Dat is jammer. De laatste ronde loopt inmiddels voor de Grote Prijs van Amerika. Het was een leuke wedstrijd. Een kleine battles met Lucas Weber en Lewis Hamilton dus gevoerd. En ja, daar gaan we ons opmaken voor de laatste twee rondes. Daar zijn we dan bij de laatste bocht. Wij winnen de Grote Prijs van Amerika. Het was weer een goede prijs. En dat is onze 13e overwinning op een rij. So, another fantastic victory for the Silver Arrows. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. Nou, de uitslag, wij winnen de Grote Prijs, we pakken ook het snelste race ronde punt. Robert Kubica krijgt driver of the day van Anthony Davidson, Hamilton niet gered naar het podium. P4, Weber naar 2 en Sergio Perez pakt zijn eerste podium hier in de career mode, ook de eerste voor McLaren. En dan is er nog de laatste rondes goed uitrijden en dan de career mode afsluiten. En dan op naar F1 2020, maar eerst hier Claire. Ja, ik voel me goed. De auto deed gewoon precies wat hij wou. Ik heb gewoon goed gereden. Het team heeft een goede strategie gedaan. En ik kon het eigenlijk niet zonder hun. You were neck and neck with Lucas by today's finish. Can we look forward to more of the same? Wat? Neck and neck? You were neck and neck with Lucas by today's finish. You were neck and neck with Lucas by today's finish. You were neck and neck with Lucas by today's finish. Are you sure about that? Ik weet niet, Claire, of je de stand hebt gekeken naar de uitslag. Ja, het voelt altijd goed om te winnen van Lucas Weber. Maar hij is alsnog een goede maat van mij. We kennen elkaar door en door. Judging from today's race, it must be pretty hard to fend off Devin. Nee, niet echt. Als je in een Toro Rosso rijdt, dan is het niet zo hard. Nou, dankjewel Claire. Tot in Brazilië.
De uitslag van de rivaliteit brengt dan met Lewis Hamilton en Lucas Weber. Met Weber hebben we dus gewonnen. En met Hamilton hebben we eigenlijk ook gewonnen. Dat is alleen maar goed om te zien. De resourcepunten na de grote prijs hier in de Verenigde Staten. In Austin, Texas. Het zijn er weer lekker veel. Mooi om te zien. De reputatie met mijn huidige team en de andere teams is gewoon gelijk gebleven. Veteran en een sportsmanship. Fantastic podium. Well done. Keep pushing like this for the rest of the... Nou, dankjewel Emma. Ja, dan zou ik zeggen, dit was het voor mensen. Ik hoop dat jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. Ben je hier nu kan laten meer wekelijkse aflevering van de F1 2019 de Career Mode zien. En binnenkort ook F1 2020 de Career Mode. Ram dan op de abonneerknop en schakel ook een like en belletje op alles aan. Zodat je geen enkele video meer van mij mist. Reageer wat beter kan er moet worden. Of als je zegt, hey, toffe video. Ik heb genoten van de strijd met Lewis Hamilton of met Lucas Weber. Ram dan maar gewoon op los in de comments. Ik kreeg altijd terug. En dan zou ik zeggen, een fijne dag verder. En dan zien we tot de volgende keer bij F1 2019 de Career Mode. Gaan we verder in Brazilië. Yeah.